Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag vloggen. En misschien ook wat bij een nieuwe... Welkom bij een nieuwe toetsweekstress. Ik weet niet. Vandaag een heel drukke dag gehad. En ja, heb ik nog steeds eigenlijk. En morgen is ook niet bepaald een rustige dag. Ik doe even wat meer licht maken. Nou ja. In ieder geval, ik ben vanmorgen weg geweest. Ik ben vanmorgen met de bus naar Oostvoorne geweest. Om te kijken bij mijn nieuwe stageplek. Hoe lang het nou daadwerkelijk duurt voordat ik op mijn stageplek aankom met de bus. Nou, dat weet ik niet allemaal. Wat ik nu ga doen is, ik ga opruimen. Want dat is wel nodig, want daar ligt van alles. Daar, daar. En het ligt echt helemaal vol. Dat ga ik doen. En schoonmaken. Tenminste, even stofzuigen. Zorg dat alles netjes is. Verder... wil ik ook wel een beetje mijn gemak houden. Ik merk dat ik een beetje grieperig en ziek begin te worden. Dus ik ben een beetje hangerig ook wel een aantal dagen nu. Dus ik hou ook een beetje mijn gemak.
Maar we gaan wel even goed schoonmaken en opruimen, want het is echt een rotzooitje hier. En ik ben helemaal klaar. Mijn bed is verschoond, opgemaakt, helemaal netjes weer. Hier is alles netjes, de vloer is schoon, alles is opgeruimd, uitgezocht. Hier is ook alles weer netjes, want ik had hier ook gewoon echt alles neergezet. Goed, ik ben uit de douche. Oh, ik heb echt serieus dik een half uur onder een warme douche gestaan. Ik had het zo koud, maar ik heb het nu hartstikke warm. Maar goed, ik ben lekker omgekleed. En ik ga zo lekker slapen. Ik ben heel erg moe. En morgen komt er allereerst natuurlijk visite langs. En in de middag wil ik nog wat schoolwerk gaan doen, maar ik ga echt slapen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik ben aangekleed. Ik moet nog wel een beetje wakker worden. Ik ben nog heel erg moe. Maar ik ben wel aangekleed. En mijn moeder viert vandaag de verjaardag. En Tommy is vandaag jarig. Ik heb vandaag ook heel licht make-up opgedaan. Grijs shirtje. Zwart spijkerjasje. Zwarte leren broek. En mijn sloffen. Want ik ga waarschijnlijk vandaag toch niet weg. En als ik weg ga, zal het misschien met de kids even naar de speeltuin hierachter zijn. Maar ja, in ieder geval goedemorgen. Vandaag zal dus op de planning even gezellig wat drinken met mijn oom en tante en mijn opa en oma. Daarna waarschijnlijk nog even wat schooldingen doen. En als ik dat heb gedaan, ben ik op zich wel ready voor morgen weer. Ik hou ook wel een beetje gemak, want de komende week zal best heel druk worden. En ja, we gaan het allemaal zien. Ik ga even in ieder geval eerst even wat drinken beneden. Ik heb ook wel heel erg dorst. Goed, lieve mensen. Ik weet dat het licht heel raar is. Ik heb hier mijn lichtgevende kaarsje waar ik een beetje licht mee vandaan haal. Het is laat. Het is nog steeds zondag en ik ga slapen. Ik ben vandaag helemaal vergeten te vloggen. Ik heb het hartstikke druk gehad. Dit zou ook een toetsweekstress worden, maar het is denk ik gewoon een soort van normale vlog geworden. Wel heb ik mijn iPhone weer terug. Misschien heel raar dat jullie denken waarom. Ik irriteerde me heel erg aan de camera van mijn Samsung. Dus ik heb de iPhone terug waar ik gewoon mee kan bellen, mee kan appen, gewoon de belangrijke dingen doen. En ik heb mijn Samsung voor spelletjes, voor film kijken, voor al dat soort dingen. Omdat ik dat er gewoon wel gewoon fatsoenlijk mee kan. Maar ik kan er gewoon geen foto's mee maken. Dat irriteert me heel erg. Dus zodoende. Ik ga slapen en ik denk dat ik morgen gewoon lekker doorga met deze vlog. Zo, goedemorgen. Het is vandaag maandag, nieuwe week, nieuwe kansen. Ja, ik ga de vlog dus waarschijnlijk gewoon door deze week. Ja, het is dus vandaag maandag. Ik ben voor mijn wekker wakker. Ik zou 7:45 wakker worden en ik werd 7:50 wakker. Maar ja, in ieder geval goedemorgen allemaal. Even kijken hoor. Kijk, tijd valt nog best wel mee. Dus dat is op zich wel nice. Ik ben nu lekker wat YouTube video's aan het kijken geweest om een beetje wakker te worden. En het is niet echt heel erg in focus. Ik weet het tot tijd dat ik mag gaan aankleden. Even klaarmaken. Even checken of alles op mijn tas zit. Kleding, dat vind ik altijd wel chill. Ik leg mijn kleding altijd klaar. Dus die heb ik daar helemaal klaar liggen. Dus ik ga me aankleden. En dan zie ik jullie of vanmiddag of als ik klaar ben. Ik denk vanmiddag, want ik heb een uurtje. Dus laten we vandaag gewoon eens even lekker een kopje koffie gaan drinken. En lekker gaan ontbijten. Want dat doe ik normaal nooit. Omdat ik gewoon een half uur voordat ik weg ga wakker word. Ik was mijn eigen of ik douche mij in die nodig. Dan kleed ik me aan, doe ik mijn make-up, pak mijn spullen en ben ik de deur uit. Dus nu ik genoeg tijd heb, gaan we het gewoon ergens anders doen. Goed, ik wacht even hoor. Even mijn oortje anders. Zo. Ik ben weg naar school toe nu. Ik denk dat ik de rest van de vlog gewoon lekker doorzet op mijn mobiel. Dat is toch voor mij net iets makkelijker ook. Ik ben onderweg naar school. Ik ga even gaan een brief op de bus doen. En dan door met de bus naar school toe.
Het is echt serieus heel erg lekker weer buiten. Ik dacht dat het heel koud was, dus ik had dikke jas aan. Een lekker warme sjaal. En ik heb zelfs een thermolegging aan dan een normale. Ik denk, ja, het zal wel koud zijn, maar het is helemaal niet koud. Dus even gauw een brief op de bus doen. En dan loop ik door naar de bushalte. En dan ga ik naar school toe. Het is echt lekker weer buiten. Ik dacht echt dat het heel koud zou zijn, maar het valt hartstikke mee. Goed, ik ben inmiddels weer thuis van school. Ik heb best een drukke dag gehad vandaag. Hele leerzame dag. Moeilijke dag ook wel. Maar het was ook wel een dag dat ik erachter kwam dat ik niet zo dom ben als wat ik denk dat ik ben. Er werden dus vragen gesteld over een opdracht die we moesten maken. En die moesten we vervolgens in de les maken. En die opdracht die had ik helemaal goed. Elke keer raakte ik erover in de stress. Van ik dacht van ik kan het niet en ik snap het niet. En hoe zit het nou? En ik begrijp het niet. En vervolgens heb ik zonder iets te vragen aan de docent die opdracht gemaakt. En heb ik het einde van de les laten checken. En alles was foutloos. Dus daar was ik heel blij om. Teken dat ik het toch wel snap. Dus daar ben ik jou ook heel erg blij mee voor de toetsweek. Verder. Was dit eigenlijk de vlog? Ik zou vandaag natuurlijk niet helemaal doorgaan. Ik kap hem hier af. Dat doe ik puur om deze week een nieuwe vlog te gaan starten. Dat deze week toch denk ik wel heel erg in het teken staat van leren en opdrachten afkrijgen. En ik ga dat deze week ook doen op mijn iPhone. Dus don't blame me als het kwaliteit wat slecht is of het geluid. Maar ik heb zoals jullie misschien wel gelijk kunnen zien. Dus dat ga ik even laten zien. Kijk, ik heb mijn iPhone terug. Ben ik wel heel erg blij mee, heel stiekem. Wat ik wel daarnet had is hij viel uit. Ik weet niet hoe dat kwam. Hij viel uit. Hij zei dat hij leeg was. Dat ik hem moest opladen. Vervolgens deed ik hem aan stopcontact. En toen ging hij aan. En vervolgens gaf hij 1% aan. En een paar seconden later flikkerde hij in één keer zo tjop over naar 67%. Dus heel apart. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar hij doet het weer. Afkloppen op hout. Dus ja. Het is kijken hoe de komende week gaat lopen. That's it. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat er toch nog een beetje iets leuks van is geworden. Ik heb namelijk heel veel toch wel dingen gedaan die ik niet gevlogd heb. Sorry daarvoor, maar ik heb er gewoon niet bij stilgestaan. Zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik heb er totaal niet bij stilgestaan om te vloggen. Maar dat ga ik snel zeker wel weer doen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week woensdag bij een nieuwe vlog. Doeg! Ja, ik zet de aan! Yeah.